Robert Skieker zegt zonne vandaag bij de ambulancezorg Limburg. Ja, en verstandigheid. Ja, vandaag werd de nieuwe MICU geïntroduceerd. Verband van ieder een beeld gebracht. Ja, toevallig bij een aanrijden komt hij langsrijden. Hebben ze eerst hulp geboden. Ja, en vandaag hebben we een kiekje in de MICU. En we hebben een interview met iemand van de ambulancezorg en iemand van het Maastricht UMC+. Wat is los in Maastricht? Wat is los met de nieuwe MICU? Hey, in Maastricht. Waar staan we hier en waarom staan we hier? Ja, we staan hier vandaag op de ambulancepost in Maastricht bij de introductie van de nieuwe MICU, mobiele intensive care unit voertuig dat wij vandaag in gebruik hebben genomen. We hebben 15 jaar geleden hadden we de eerste MICU hier in Maastricht en dat voertuig was aan vervanging toe. En ja, vandaag presenteren we het nieuwe voertuig. Ja, waar staat MICU eigenlijk voor? Dat is een mobiele intensive care unit. Dat betekent daar vervoeren wij patiënten mee. Van de ene naar de andere IC. En het team van de ambulance hier in Maastricht, die gaan met de MICU op pad. Halen in het ziekenhuis het MICU-team van het ziekenhuis op. Die komen dan ook met de trolley, zoals je hier ziet, naar de vrachtauto. Die wordt erin gezet. En dan gaan we het land in om IC-patiënten of naar Maastricht te halen of vanuit Maastricht naar een ander ziekenhuis te vervoeren. Ja, je vertelde net, dit is een uniek exemplaar deze. Ja, dat klopt. We zijn 15 jaar geleden begonnen ook met een vrachtauto. En er waren in Nederland meerdere ambulancediensten die een MICU hadden in de vrachtautovorm. Alleen, die zijn allemaal overgestapt naar de toch iets kleinere ambulances, de containeropbouw. Zoals ook hier in Maastricht rijden, waar wij de reguliere ritten mee doen. Alleen, in Maastricht is weer heel bewust gekozen om een vrachtauto te pakken. Ook vanwege zijn grootte en de ruimte achterin voor het MICU-personeel. Ja, wordt de MICU vaak ingezet? Die wordt regelmatig ingezet. Het zijn ook specialistische ritten natuurlijk. Het is niet gewoon een ambulancerit. Hè, omdat je toch met een heel ziekenhuisteam achterin zit. En ook toch wel ziekere patiënten dan de reguliere patiënten die wij normaal vervoeren. En die wordt met enige regelmaat wordt die ingezet. Ja. Ja, u bent van het Maastricht UMC+. Hè. Wat is uw functie precies? Ja, ik ben Jan-Willem Seils. Ik ben intensivist. Dus ik ben intensive care arts in het MUMC+. Ja, jullie hebben onlangs vandaag de nieuwe MICU geïntroduceerd en samenwerken met de ambulancezorg. Ja. Hoe belangrijk is de MICU hier voor Maastricht en hier voor het ziekenhuis? Ja. Ja, als intensive care van het academisch ziekenhuis is de MICU van enorm groot belang. Want met die MICU kunnen wij hele zieke mensen uit de provincie die onze specialistische zorg nodig hebben op een hele veilige en snelle manier vervoeren. Of als ze zelfs naar buiten de provincie moeten voor zorg die wij zelfs hier niet kunnen leveren. Bijvoorbeeld een transplantatie van een hart of van een long. Om die op veilige manier te kunnen vervoeren. Dus het is echt van essentieel belang dat wij een goede MICU hebben om onze kritisch zieke patiënten te vervoeren. Ja, welke mogelijkheden heeft die MICU eigenlijk ook voor als jullie een patiënt moeten vervoeren? Ja, nou, we kunnen mensen beademen. We hebben hier een beademingsmachine via een beademingsbuis. We hebben de mogelijkheid tot een hart-longmachine. We kunnen reanimeren, defibrilleren. We kunnen bijna alles wat op een normale intensive care kamer in het ziekenhuis kan, kunnen wij hier in deze MICU hands. Ja, een collega net van de ambulancezorg die zei net van, ja, in de andere steden hebben ze een kleinere ambulance gekozen. Hè. Jullie hebben echt nog voor de vrachtwagen gekozen. Hè. Is dat ook voor de werkplek voor jullie een stuk makkelijker? Voor de werkplek, en we hebben daar ook voor gekozen. Kijk, Limburg is een langwerpige provincie. Hè. Dus we hebben lange transporten. Dus we hebben bijvoorbeeld wat meer zuurstof nodig. En daarom hebben we specifiek gekozen voor een groter ontwerp. Dat we gewoon simpelweg langere reizen moeten maken. In Amsterdam bijvoorbeeld zijn de afstanden korter. En liggen de mensen veel korter in de MICU. En zijn ook de werknemers korter werkzaam in de MICU. Dus een hele bewuste keuze geweest. Ook een beetje ingegeven door de geografie. Ja. Er is ook een speciaal team, het MICU-team. Hè? Ja. Zijn dat allemaal speciaal opgeleide collega's van u? Ja, dus we hebben een MICU-team. Wat bestaat uit verpleegkundigen en artsen. En die zijn eigenlijk allemaal speciaal opgeleid om op deze MICU te rijden. Dus wij krijgen allemaal een training om. En in principe is de zorg natuurlijk die wij verlenen is intensive care zorg. Maar specifiek dat stukje transport. Wat kun je verwachten, wat moet je doen. Maar ook de techniek van de MICU. Dat is wel iets wat je eigen moet maken. Dus daar zijn wij specifiek voor opgeleid. En alle intensive care artsen doen deze MICU transporten. Oh, ik weet wat los is en